En ja, hele goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik voel me een beetje blij vandaag. Het is echt weer een maandag. Ik heb stofgezogen in huis. Want ik had het gevoel dat ik schoon wilde maken. Deze papierstapel moet nog wel weg. We hebben dus alle kerstcadeautjes binnen. Ik moet even kijken dat ik niet die kant van het huis film. Want er staan alle cadeautjes op een rij oningepakt. Dat staat nog op de to-do-list om ze in te pakken. Ik heb vandaag als lunch een restje andijfstamppot met jus en een pita die over was met Viking kruidenkaas en sla en komkommer. Gewoon even niks origineels bedenken. Ik wilde eerst nog een wrap maken met deze schnitzel, maar er zit schimmel op, net zoals op die Viking kaas. Dus ik heb even wat dingen uitgeruimd die niet meer eetbaar waren. Dus ik begin met deze en daarna de andijfstamppot. En ik heb vanochtend krusliën met yoghurt gegeten. Dat. En ik heb de lichtjes aangedaan, want ik vond het grauw eruit zien. En de kerstboom. Dus ja, gezellig. Vanavond hebben we noedels gegeten, of een soort van mie. Ik ben het vergeten te filmen. En deze man is heel gezellig. De hele avond, naast mij. Die slaapt liever dan dat hij met mij praat. Hè? Echt leuk. Nou, ik ga pitten. Het is 5 voor 11. Ik wilde eigenlijk om 10 uur mijn bed in, maar iets lang stuk tv gekeken. Jachtseizoen, wat vind je daarvan? Ja, geweldig. Je hoort het. Ik ga pitten. Tot morgen. Asju. Doei. En ja, hele goedemorgen. Welkom deze dinsdag. En ik film nog steeds met mijn telefoon. Ik kom er vast wel weer een keer aan toe om een sticker te leggen. Ik heb dit aan. Jij hebt die noemde mij al de hippie. Represent. Ik twijfel nog even of ik een belt hier omheen doe. Of alleen dit giletje. En kijk dit monstertje nou. Twee monstertjes eigenlijk. Maar this one in particular. Oh my god. Wat een leven. Lekker onder een dekentje. TV kijken. Echt stoute papa. Ja, stoute papa zei ik. Schermtijd op de papadag. Jot komt er niet aan. En fun fact, ik weet niet of jullie de kledingruil video leuk vonden. Maar er komt binnenkort weer een kledingruil video aan. Want zaterdag wordt die tas weer naar mij gebracht. En dat vind ik helemaal leuk. En ik ga nog heel veel kijken of ik een ketting kan vinden. Want ik vind eigenlijk... Daar ben ik weer. Eigenlijk vind ik... dat er nog zo'n ketting bij moet. Want ik vind mijn nek nu een beetje kaal. Dus als je dan zo'n ketting hebt. Ja. Breaking van mijn Becky. Ik zal jullie nog even mijn outfit laten zien. Op deze manier. Want mijn man staat in zijn onderbroek. En dit is voor mij my eyes only, you know. Dit is de outfit of today. Ik heb mijn haar even omhoog gedaan. Eigenlijk wil ik deze nog steeds. Ik had hem groter besteld, maar vind het. Een verzending is echt een drama de laatste tijd. 2 of 3 dingen zijn nog niet aangekomen. Maar deze moet eigenlijk groter, want dan kan die dicht. Maar ja. Kan die niet. Maar in ieder geval, we doen het er maar mee. Hè? Dit. Is the situation we're dealing with. Ik vind het wel leuk. Het is eigenlijk dus een maat L tuniekje van iemand. Uit die kledingreltas. Maar I'm here for it. Ik vind het leuk. Nou echt heerly de peerly. Iedereen zal me wel gek vinden dat ik geen jas aan heb. I don't care. Maar ik heb de hele weg naar de Sky Radio Christmas Station geluisterd. Helemaal in de Christmas spirit. Love it. Nou, ik ben net gekraakt door de visio voor de laatste keer. En ik kon het niet laten. Er zat een kringloopwinkel echt ernaast. En ik dacht, ik ga heel even kijken wat ze hebben. Dus ik heb wat dingetjes. Ik zal ze even passen. Dan ga ik straks wat verder werken. Oh ja, en we wilden blokken vragen aan Jeff's ouders voor Vee voor Sinterklaas.
Maar ik zie dus letterlijk de blokken die we wilden vragen van Little Dutch. Zie ik dus hier. Voor 7,50. Dus even aan je vragen of dat misschien niet zo leuk is. Ik vind de kooltrui echt een holle zak. Echt vet veel te groot. En de broek helaas eigenlijk ook. Hoe gek ik ook ben op velvet broeken, is dit echt... Ja, op zich past het, maar het doet niet heel veel voor mijn figuur of zo. Zeker met zo'n wijdvallende trui er dan op. Nee, helaas. Ik ga deze laten liggen. Hier is trouwens beter licht, maar je ziet dat hij heel los zit. Ja, die broek twijfel ik alleen maar over omdat ik echt een velvet obsessie heb. Ik vind bijna alles wat velvet is, vind ik mooi. Maar ja, op zich is het wel een mooie broek, maar ja, aan de achterkant, het doet echt niets voor mijn figuur. Dus ik vind het dan toch zonde om te doen als ik dingen heb die gewoon veel mooier staan. Het is niet alsof ik niet genoeg kleding in mijn kledingkast heb, dus ja. Echt stom, aan de ene kant is dit niks, maar heel stom, ik vind het dan toch weer leuk. Ik heb de laatste tijd echt met de meest gekke dingen, dat ik denk, het is wel heel origineel ofzo. Dus ik denk misschien als ik hier zo'n taille riempje omheen doe, dat ik er wel mee wegkom, hij is alsnog veel te groot. En je ziet alles wat ik er onderaan heb, zie je er doorheen. Wat op zich wel leuk is, maar ik weet het niet. Ik vind het wel tof dat hij zo lang is. Ik heb hieronder trouwens gewoon een broekje, geen onderbroek, maar toch jammer dat ik alles leuk vind. Ik zat net ook te twijfelen over die velvet broek, want die vond ik eigenlijk ook wel tof, maar ik heb gewoon het idee, dit is veel te groot, ik moet dit niet doen. Maar tegelijkertijd, als ik dit dan bedenk met een riempje of zo, denk ik, oh, het is ook wel weer heel tof of zo. Ja, ik zou het liefst gewoon allemaal meenemen en dan thuis nog even lang over nadenken. Maar ja, je kan het dan niet ruilen volgens mij. Nou, dit is wel een duidelijk verhaal. Nee. Wel lekker merkie. Nou, dit wordt hem ook niet. Ik voel me hier echt 50 jaar oud in. Ik vind mijn eigen giletje veel leuker. Ja, ook die details en zo. Ik dacht misschien nog een poging wagen met dit esprit jasje corduroy. Maar dit is, ik weet niet, ik vind dat die kleur me echt bleek maakt. Ja, spinnenkaas. Maar de stof is wel leuk. Gaan we alleen met deze mee naar huis. En jij, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar je meid die nog steeds haar SD-kaart niet leeg heeft gehaald. Dus we vloggen met de telefoon. Wat? Wat? Nee, we gaan toch niet in bad nu? Maar gisteravond in bad geweest. Vanochtend naar Pokémon gekeken met Eevee. En nu gaan we eten, lunch. Vegan Laplace met sla en brood. En Faye heeft nog een leftover noedels. En ik heb ook een stukje van mijn broodje. En we hebben vanochtend ontbeten met Krusli en yoghurt, the usual. En Jeff heeft mij vandaag echt met een mega rommel achtergelaten. Hè? Dus het huis is echt minder ravage dan het was. Maar het was echt vreselijk, maar ligt ook van alles op de grond. En ik heb die keuken deels opgeruimd. Hij was met zijn modderpoten door het huis gegaan, dus ik heb wat modderpoten van de grond weggehaald. En de keuken is ook vol met shit. En de tafel ook. Maar in alle eerlijkheid was de tafel een beetje rommelig. Dus kijk wat ik vandaag kan doen. Aan de ene kant denk ik, ik wil het hele huis opruimen, want ik word er gek van. En aan de andere kant denk ik, als Faye zo slaapt, ga ik ook gewoon relaxed doen. Ja, dilemma van de dag. Wat vind jij? Vind je het lekker? Lekker allemaal?
Dat ben jij, hè? Wat een mooi meisje is dat, hè? Dat ben jij. Mooi, hè? Ja! Mooi, hè? Echt mooi. Knap, lekker wijfie. Nou, helaas, ik moet onderbreken dat je naar jezelf kijkt. Oh, ik had hem gestopt omdat ik het wilde. Maar we gaan lekker vreten. Joe. Adijk. Nou, meneer Pieter is weer thuis. Mokkeltje aan het eten. Dit mokkeltje ook aan het eten. Bloemkoolsteak. En zoete aardappelpatatjes. En mijn kipcorn zit in de airfryer, maar die kon niet in de airfryer omdat de patatjes erin zaten. Jeff is ook even zijn vlees aan het klaarmaken. Dus dat. Lekker fritten. En ik even de frietjes met Marjolein. Deze zonder iets, want die zit er marinade op. En de kipcorns eet ik straks met. Jesus. Oh yeah. We hebben net nog sushi bol gegeten, waar ik nu een foto zal laten zien hier. En verder ga ik nu even Elise Boers kijken en dan wat vlogs editen en eindelijk mijn SD-kaart leegmaken. Sorry. En ik ga chocolade smelten in kopje kokend heet water. I'm ready for it. Maar eerst Elise Boers. Nou, er wordt hier nu stof gezogen, maar we zijn even met de appel en ei. Even kijken of er wat leuks bij zit. Niet gek. Die broek sowieso wel lachen. Oké, volgend dilemma. Die trui vind ik dus echt niks. Het is echt een bobbenzak. Maar dit broekje vind ik echt heerlijk. Maar ja, ze verkopen hem alleen als set natuurlijk. Helaas, helaas ga ik deze niet doen. Alleen door de trui. Maar ja, ik ga ook geen zo'n trui in de kast hebben die er niet uitziet bij mij. Helaas. Twijfelgevalletje, maar ik denk dat hij net te groot is. En die broek is sowieso te groot, helaas. Wederom twijfelgeval. Misschien voor kerst eronder een blazer. Hè? Die bovenste niet. Het rokje ook niet. Nou, ik ging op het einde. Auw, vind ik grap mij. Op het einde ging ik een beetje fluisteren, want ze wilden me echt weg hebben. Het was 3 over. Ja, 3 minuten na sluitingstijd gingen we weg. Dus ik snap dat ze zich irriteerde aan dat ik de laatste was. Iemand anders irriteerde zich daar ook aan. Ik vind altijd heel, toen ik nog in winkels werkte, vond ik het altijd super irritant. Ja, dat mensen lesmoment nog binnenkwamen en dan dat super lang mee waren. Dus ik dacht, dan moet ik niet hetzelfde doen. Nou, jij deed het ook. Maar ja, niet. Iemand anders had. Alleen ik, hè? Ja, alleen. Ik was het ja. Moeder die. En toen liepen we de winkel uit. Die, ja, het is nu 10 over. Het kan echt niet. Ja. Toen waren we 2 straten, 3 straten verder. Oh, het is nu pas 7 over. Regrets. Maar ik wilde even dit laten zien. Mooie molen. En Fee is lekker aan het drinken bij mami. Lang leven de draagzak. Ik weet echt niet waar ik zonder de draagzak zou moeten zijn. Maar ik hou van dit ding. En we gaan even kijken of de parkeermeter ding nog loopt. We hebben zo'n plek in Doetinchem waar je 2 uur gratis kan parkeren. Met zo'n parkeermeter. En daarna is de tijd up. Volgens mij was het tot... 6:15 of zo dat we daar ja. Plekken. Dus we hebben nog even. Komt Gucci. Wij zijn loederouders. Ja. Ben je klaar? Als je haar gezicht even haar haartjes uit haar gezicht kan halen, dan rond ik dit verder af. Maar bloemkool hebben we. En mini pizza voor Fee. Ja. Zal ik bestek pakken voor haar? Oh, nee, zo. Topper, lekker papa. Voel of het. Deze is goed afgekoeld. Die is nog heet.
En nu is het tijd voor chocolade en vegan warme melk. Oatly. Havermelk. En jij gaat echte melk nemen. Ja. Oh, no, no, no. I am a little bit of a sukkel. Morgen staan we extra vroeg op. Ik begin ook een uur eerder met werken. Omdat Jeff moet morgen naar zijn werk voor Sinterklaasloodjes. En daarom zet hij mij en Vee dus eerst af. En mijn moeder. Ik even vet vroeg opstaan. En ik weet nog dat ik gisterdag rond 12 uur of zo. Of 12:30 dat het werd. Toen dacht ik, morgen ga ik niet zo laat maken. Ik moet echt niet meer zo laat slapen. En ik weet nog dat ik de wekker of de klok om 10 uur zou gaan. En dat ik dacht, ah, misschien moet ik zo slapen. Maar in plaats daarvan hebben we dit gedaan. Of nou ja, we. Ik heb de cadeautjes ingepakt. Jij hebt het plakband aangegeven. 50% van de. Ik bedoel, je kan cadeautjes bijna niet inpakken zonder plakband. Dus ik heb zeker wel de. Oké, sorry. Jij heeft de credits voor al deze cadeautjes inpakken omdat hij plakband heeft afgescheurd. Voor al deze cadeautjes. Even dat je het weet. Ja. Voor al deze cadeautjes. Ja. Ik ben blij voor je dat je al deze credits opeist. Ja, ik ga weer een story plaatsen met cadeautjes. Ook gewoon cadeautjes van zijn loodje heb ik ook ingepakt. Ja, dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Kijk hoeveel cadeautjes! Ik zou het liefst allemaal bij de kerstboom leggen, daaronder. Maar ja, ik denk dat het dan wel heel lastig wordt voor Vee om er vanaf te blijven. Dat ze dan toch die verpakking gaat afscheuren en zo. We hadden echt net, ik ben echt zo trots op mezelf. Ik heb dus echt precies, tot op de millimeter, echt elke... Nou, elke centimeter cadeaupapier is opgegaan. We hadden twee rollen. En die zijn dus echt allemaal precies opgegaan. Dus echt blij mee. Ik ga nu slapen. Bedankt voor het kijken. Ik ben ook trouwens heel blij dat we nu vroeg zijn. Met de cadeautjes inpakken. Dat je niet kerstavond nog zit te stressen of zo. Dus dat, anyway, bedankt voor het kijken naar vandaag. Ik ga eindelijk mijn bed in. En de ballen. Doei. Even shout-out naar deze risotto. Lekker zaterdagavondje. Het voelt als een zondag. Ik heb niks meer gevlogd vandaag. Maar we zijn gaan vloggen. Jeff is allergisch voor mij. We zijn vanochtend gaan zwemmen. En ik heb een kledingketting video weer opgenomen. Dus die ga ik misschien vanavond wel editen. Zin in. En ja. Lekker eten. Risotto. I love it.